ook fan Sam van der Wallen met een goed filmnummer met onze militaire kampioen Hans Bonne. Hier ook in de wissel. Die is even achter gezien, dus we nemen aan dat hij niet van de partij is. Wel, dus als we wel willen, dan gaat het wel beladen, maar daarvoor Tom van de Bussen. Of is hij had goed gezwommen. Hij is bezig met zijn wissel Corneel Lagasse, zien we daar nu ook uit de wisselzone. En is dat die Moerman in zijn spoor? Ik dacht het wel, kan je dat zien. Wij hebben zo'n goede vet, hè? Dat is al een die hebben denk ik in de volgende week. Kom aan, Bart. Goed, hè? Bart, kom aan, hè? Ja, dat vind ik niet dat hier is. Ja, kijk eens dadelijk naar de eerste veteranen. Die zijn ter hoogte van het laatste kitsel, de laatste etiksboei. De voorlaatste eigenlijk, want de laatste ligt hier ter hoogte van de zwemfinish. Wat we bedoelen? Afwachten wie de eerste atleet wordt met gele watmuts. Die bij de heren veteranen uit het water zal stappen. Als u net terug bent toegekomen van de zwemstart, Marten van Riel en Thomas Jurgens gingen aan kop met een voorsprong van 55 seconden op Tim Breidenbach en Louis de Witte. Goed, Dave. Goed, Dave. Goed, Dave. Op de bureau de dekker en Kurt Jurgens komen eraan. Kurt die uiteindelijk toch zijn rode zak heeft teruggevonden. Of heeft hij geleden weg zoet? En nog nu op zoek naar de fiets. Daar gaat hij. In de verte zien we ook de eerste dames, die zijn voorbij de brug al een heel stuk en komen hier ook in sneltempo naar het keerpunt voor dan dat laatste kleine lusje in het zwemonderdeel. We gaan proberen in de gaten te krijgen wie daar aan kop gaat. We mogen daar Ine Koukout verwachten. Wie heeft een beste kans? Hey Chris, hoe is het man? We gaan nog redelijk aan de wind, hè? Oh, Tom nog trein, nu wordt door. Wind en nog. Ik ben hier. Kom maar, Thomas, goeie vet, kom aan. Kom aan, het zesde, kom aan. Hoe hè? Kom maar, Kurt. Goed, hè, kom maar. Kwaai Bart, goed hè vet, sterk weg kwaai. Hier Bruno de Dekker aan de leiding bij de heren boven de 40. Nee, maar dat is nog maar daar. Kwaai Kurt vet, goed hè, pezen toen al 6 of 7, zoiets. Ja? 6 of 7, zoiets. Maar eerst nog even onze thuisafleving, dat is Philippe Lanser. Sterk, wij zijn zo jong, goed bezig jong. Edward, was het Jan? Verre, heel verre.
Pees de 11e of zo, 11e, 12e. Hier komt hij. In het wit, zwart, groen. In de Parque Capino uitrusting van ETZ. Op 6 minuten 35. Op anderhalve minuut van zilver. Vincent van der Wallen. Goed, wij ook sterk, hè? Meer dan 1 minuut voor ons gereden. Goed, hè? En dan gaan we op die klokken, want ze had hier de verschil van 10 meter met links. Kijk, wat geleden al een eind aanbreiden. Maar we zullen hier nog in laatste instantie te starten. Hij komt hier naar heel mooi zonder. Dat was kan wel zien. Ja, daar komt hij in de verte. En eens kijken waar zit onze militaire kampioen. Die zie je daar niet te veel achter. En dan heeft Vincent van der Wallen vrij spel om hier naar een hele mooie bronzen plak te gaan. Achter Marten van Hiel en Tim Breidenbach. Dat zijn twee kleppers waar hij straks samen mee op het podium mag. Goeie Vincent, Vits. Sterk bij jou. Vincent van der Wallen. Hier is de man uit de Roeselare. Schitterende derde plaats voor Vincent. Qua jullie, hoe hè? Qua, hoe bezig? Wat? Wat zei je? Papa! Qua, ik word! Qua, jong! Kom op, bro! Kram, had ik goed. Qua, Pedro, goed bezig, jong? Ça va? Goed weer. Goed, Dave. Goed, hè? Ik ben al vol, Tony! Joke is super, hè? Nummer 18 voor Joke Kuisman! God, wat een...